Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Monsters University. En we zijn namelijk Disney Infinity aan het spelen en we gaan verder met ons brullende sulletje. Want wij hebben nog niet alles gevonden in deze map. We hebben wel de missies uitgespeeld, maar er is nog een plekje die we nog moeten verkennen en dat is in de stad. Dus daar gaan we met z'n allen naartoe en dat is door deze portal. Heeft deze man nog wat te zeggen? Nee, we kunnen hem wel oppakken, maar dat heeft geen nut. Dus we gaan door deze, niet riolering, maar een soort van tunneltje. En die zorgt ervoor dat wij dus naar de stad gaan. En de stad is dus een plekje wat ik eigenlijk nog niet echt ontdekt heb. Ik weet ook niet wat ik er kan vinden. Misschien nieuwe missies, nieuwe vlaggetjes, nieuwe dingetjes. Ik zie wel een nieuwe soort van mini-opdracht en dat is mooi. Ik zie ook heel veel nieuwe missies, dus dat is alleen maar een voordeel. Ik ga eerst eens even dit doen. Wat is dit? Oh, we hebben de bicht ervoor nodig om dit te doen. Getimed zwijn. Nou, eens even kijken. Ik zie wel een vlaggetje. Kunnen we dat vlaggetje oppakken? Ik ga eerst eens even deze rode bol oppakken. Vlotte veren. En we hebben een vlag. 1 van de 20 vrijgespeeld. 20 vlag in dit gebied. Dat betekent dat het gewoon een compleet nieuw gebied is. Samen met TU Angst en Monsters University. Dus dat zal best wel huge zijn. Zoals je ziet is het echt een... Ja, een vierkant lijkt het net, maar we zouden dus wel de dingetjes moeten gaan vinden. Ik ga ze op deze prullenbakje staan, dan naar dit ding en dan springen. Kijk eens, dubbeltand vrijgespeeld. Joehoe! En hier, wat hebben we hier nog meer? We hebben hier nog meer rode dopjes. Ik ga eens even alles goed verkennen. Dus dit hebben we voor mij helemaal verkend, het huisje. Misschien dat er op het gebouw zelf nog iets staat, ik weet het niet zeker. Maar we kunnen hier wel naar boven toe. Kunnen we ons vasthouden aan deze dingen? Nee, ook niet. Dus we gaan hier met de draad. Kunnen we met de draad wel? Juist, we kunnen wel met het draadje. Wee! Gaan we naar het volgende huis. Aan de overkant, bij de buurtjes. Even gluren bij de buren. Even gluren bij de buren. Ik zal maar niet zingen, sorry. En hier op het dak aangekomen vinden wij weer een rood bolletje. Om het zo te noemen, een rood bolletje. En we vinden, even kijken, de huiverende. Het ging te snel weg, sorry. En een vlaggetje. 2 van de 20, nou dat gaat lekker. En hier zijn missies. En het is echt een vierkant. Ik denk dat dit best wel makkelijk te vinden is om de spulletjes te zoeken. Wat hebben wij vrijgespeeld? De hoofdingang van Monsters University. Dat is gaaf voor in de toybox. 4 gamer points. Character Plunder, wat hebben we gehaald? Ik ben benieuwd, ik ben altijd nieuwsgierig wat ik haal. Ga maar. Het duurt even met laden. Unlock 3 characters chest. Oké, dat klinkt goed. Op zich, hoeveel gamer points hebben we nu voor deze game? Ik ben nieuwsgierig, ik ga even kijken bij achievements. Wij hebben gehaald voor Disney Infinity 106 gamer points. Zo'n heel erg oneven aantal. Maar dat komt hopelijk, gaat dat wel veranderen. Waarom zitten die in de lucht? Moet ik hier met een fiets gaan springen of zo? Ik kom hier toch niet bij? Nee, daar kom ik niet bij. Dan pak ik liever deze groene. Daar zit namelijk de MU Monsters University gebouwen pack 1. Ik vind het helemaal mooi. Ik denk dat we hier moeten racen met een autootje of iets dergelijks. Ik weet ook niet of ik de autootjes heb vrijgespeeld in de speelgoedwinkel. Ik ga eens kijken. Ik zie wel wat fietsen hier staan. De glibberfiets en de petiterige schrik. De petiterige schrik. We kunnen wel deze kopen, de laatste nieuwssluiter. En we krijgen gelijk een gouden ster voor dat. Nou, dat vind ik mooi. Vlaggetjes, kunnen we die gaan pakken met een jump? Ik ben benieuwd, we gaan hoog springen. Yes! 4 van de 20. En daar hebben we nog eentje. Dit gaat lekker. Dit gaat makkelijker dan eerst. Dit is overzichtelijker, omdat er maar een paar gebouwtjes staan. En wat is dit? Oh, dan kan je je missies en je dingetjes kopen. Dus dan zal hier ook een pakketje komen als je iets groots koopt. Maar ik heb niks gekocht wat groot is. In ieder geval, nou ja, niet een fiets of zo. Ik zie hier wel wat aantal dingetjes. Huisjes. Enjoy huis. Speel verder om dit speelgoed te ontgrendelen. Dat ziet wel gaaf uit. Zie je dat ik nog lang niet klaar ben met Monsters University? Jullie dachten van, nou, die vindt het dus helemaal klaar. Nee hoor. En hier hebben we nog iets. We kunnen hier een filmpje tonen. Wat voor filmpje is het? Toon maar een filmpje. Breng de juiste held om deze kist te openen. Oh, weer dat filmpje. Deze ken ik al. Die gaan we niet kijken. Die kennen wij al lang. Nou, ik ken hem in ieder geval. We hebben hem al eerder ook gezien in de afleveringen. Een vlaggetje. 6 van de 20. En daar nog een rood bolletje. Een bolletje. Ik zie daar een missie. We kunnen wel een missie gaan doen. We kunnen ook een beetje gaan verkennen. Ik denk dat we wel een missie moeten gaan doen. Want... Oh, wat een hoop vlaggetjes. Ik denk dat er iets in de lucht... Ik moet iets gaan doen, hoor. Met stunts, geloof ik, of iets. Een vleermuisklep. En we gaan met hem praten. Wat is er aan de hand? Er hangen vlaggen hier. In de straat. Ik denk dat we deze moeten gaan... Ja. Het ROR-studentenhuis had vannacht een wild feestje. En ze hebben overal spandoeken opgehangen. En daar gaan we geen muntjes mee verdienen. Wat moeten we nou? Wat moeten wij nou? Ik denk dat wij moeten klimmen. En dat wij die dingen gewoon moeten kapotmaken. Zoals je ziet. We pakken gelijk een vlag op. Ja, dit gaat makkelijker. Zo. En dan gaan we naar die.
Want daar moeten we ook nog weer op krijnden. Zo, gebouw aanpassen. Kan ik een gebouw aanpassen? Oh, wat grappig. Dit is net als bij... dit is net als bij Toy Story. Daar kon je dit precies hetzelfde doen. Kijk, stikke muur. Wat leuk. En we krijgen een gouden ster. Nou, dat vind ik leuk. Dat vind ik helemaal leuk. Dit kunnen we aanpassen. En we kunnen vlaggetjes doen. Grappig, joh. En een muur. We kunnen ook nog een vloer aanpassen of een dak of zo. Wat is dit? Ik krijg iets over, Privado. Wat is dit? Een accent. Oh, dat is een dak. Nou, dan maak ik wel een gek dak, is dit. Zo. En dan klim ik hierop. Ik heb een geel dak gemaakt, maar jullie zagen dat net wel. 4 van de 4. Wat zei ik? Super tof. En we hebben het voltooid. Kun je op klimmen? Yes. Maar deze daken zijn makkelijker dan die Monster University daken. Pak een vlaggetje. En we pakken die. We kunnen nog meer pakken. Ik klim gewoon eventjes hier over de daken heen. Zo. We hebben nog een vlaggetje hier. 920, het gaat lekker. En hier kun je nog een filmpje tonen. Deze hebben we ook al gezien. nog een quest. Maar voordat we die gaan doen, is hier ook nog een fietschallenge. Oh, fietschallenges heb ik zo hekel aan. Beestige vlekken. Ik ga eens met deze praten, met deze man. Wat is er aan de hand? Hé, hey, heb je gehoord dat ze schrikweetmuntjes voor de beste front row geven? Goed, hè? We dachten zo, we beginnen met het oké studentenhuis te fascineren. Kun je helpen? Ja hoor. We moeten dit gebouw aanpassen, denk ik. Maar naar wat moeten we dit aanpassen? Gewoon random aanpassen dan? ROR. Kerkersteen. Ziet er ook leuk uit. Rode daken. Ik weet niet. Gebouw aanpassen. Ja, we hebben goud. Nou, dat is mooi. Dat is zeker mooi. Dus ook voor het eerst dat we een makeover kunnen doen aan huisjes. We staan nog steeds voor met 6 punten verschil. Holy crap. We kunnen ons gewoon nog inhalen. Nou, hier nog even een vlaggetje. 10 van de 20. En hier nog even een bolkske. Alsjeblieft. Kolderstapsteen. Hierboven kunnen ook nog wat dingen verzamelen. Ik zie ook een vlaggetje. Ze zijn wat compacter ingevoerd hier, de vlaggetjes. Wat meer bij elkaar. En uw gebouwenpack hebben we vrijgespeeld. Dat is zeker mooi. Dat is zeker mooi. Pindakaasje hier. Volgens mij ziet onze Fredro er goed uit. Maar zonder het PNK-studentenhuis gaan we dit jaar niet winnen. Waar is dat trouwens? Nieuw speelgoed. Oh, ik heb nieuw speelgoed vrijgespeeld. Kunnen we het gaan kopen? We kunnen het kopen. Ja. PNK-huis. En waar kunnen we hem neerzetten? Oké. Daar gaan we hem neerzetten. En dan kunnen we die plekken... Dan kunnen we daarboven komen. Ik snap het. Opstel over schrikachtigheid nog voorbereiden voor de les. Misschien later. Grappig, die stemmetjes. Dit gebouw hebben we dus neergezet. Waardoor we dus ook daarboven kunnen komen. Want ik dacht eerst van hoe komen we daarboven. Maar dat gaat dus veer te klimmen. Kunnen we hierop staan? Nee, daar kunnen we niet op staan. Het is te zwak. We zijn te zwaar. Het houdt ons niet. Maar kunnen we klimmen op deze raampjes? Ja? Nee, niet? Nee, niet op de raampjes. Dan moeten we het aan de voorkant proberen. Maar hier zie ik ook niet echt dingetjes. Hier kunnen we ook niet aan vasthouden. Oh, hier. Prima. Via de pijpreling. En waar vinden we dan die nieuwe dingetjes? Oh, aan de overkant. Het is het huis aan de overkant. Zo. En daar hebben we het vlaggetje en het rode balletje. De ballerige bruin. En 12 van de 20 vlaggetjes. Ik vind het helemaal goed. Ik vind het allemaal mooi. En ik zie hier nog een vlaggetje. Maar ik zie ook een schans. En die schans kunnen we denk ik dadelijk gebruiken voor een stunt. Dat denk ik. Dan hebben we nog meer huiveringwekkende horns. Klinkt spannend. Nou, deze dingen kunnen we vrijspelen door gebouwen te maken. Gok ik. Of toch die stunts. We hebben heel veel questen. 4 quests hier. 5. Oh, jeetje. Snel peddelen. Wat is er aan de hand met snel peddelen? Ik vind het Eco-studentenhuis het paradepaardje van Fredro. Maar de laatste tijd is het hier gewoon een hangplek voor eerstejaars. Oh, hangjongeren. Doe me lol en jaag van het terrein af. Ik vind het goed. Dit is gewoon een hangplek geworden hier, joh. We gaan ze wegjagen. Arr! Weg! Arr! Waarom gaan ze niet weg? Oh, je moet ze oppakken. Doei!
Mother! Die behangen in de zandbak. Huppakee. En jij ook, Tante Trus. Huppakee, opzouten. Yeah! We gaan naar de volgende missie. Als nieuw missie voltooid. En waar vinden wij de nieuwe missie? Bij deze groene meneer. Wat is aan de hand? HSS. Hogeschool Slurp. Tja, ik heb geen idee wie al die krat hier in het gazon van ons huis heeft gezet. Maar ik vind het vreselijk. Weg ermee! Nou, doe het lekker zelf. Moet ik het weer gaan doen? Jammer dit. En hoe moeten we die wegkrijgen? Moeten we ze wegbrullen? Ja, moeten ze wegbrullen. Eén van de vier. Ze staan hier verspreid over het gazonnetje van die meneer. Hij heeft wel een groot gazonnetje hier, zeg. Maar daar moet nog een huis komen te staan, zie ik. Nou, hier nog een HSS-kratje. En waar is de laatste? Die zal wel zeker in de buurt staan. Dat moet wel. Ja, hier staat hij. Oh, bij zijn gazonnetje en de vlag. Ik pak de vlag gelijk mee. Hoppakee. Wat een monster! Wat een monster! Het verhaal van de HSS. Missie voltooid. De beloning krijgen we erbij. Huppakee. Kunnen we hier trouwens op komen? Ja, want misschien zit hierboven nog wel wat op het dak. Meestal is dat wel zo. Oh, bij deze dus helemaal niks. Nou, fijn om te weten en te zien. Een geheime manier om die schrikweekmuntjes te winnen is om ervoor te zorgen dat het eco-studentenhuisje hier in Fredro staat. Hé, hey, waar is het? Het eco-huis, die moeten we dus gaan kopen. Zie je, nou komen dus die missies dat we dingen moeten kopen. En dat is het huis hier beneden. Kijk eens even. Ik verlies ook heel veel munten, dus ik moet opletten dat ik niet al mijn munten verlies. Maar we staan wel keihard voor. En daar staat het eco-huis. Is er een eco? Hoe komen we op dit gebouw? Ik ga eens proberen te klimmen, want als we hier bovenop komen, kunnen we weer wat leuks doen. Want ik zag er bovenop weer muntjes en dingetjes en fritseltjes. Maar hoe komen wij... Oh, hier zo, ik zie het al. Huppakee, we klimmen hier een weg naar boven. Nog eentje zo. En hoe komen wij hier boven? Via dit. Ja, je moet goed kijken, maar je ziet het wel. En dan vinden wij hier een rood dopje. En we vinden een vlaggetje. Was dat alles? Even controleren of dat alles was. Is dit alles? Ik zie daar nog wel wat dingen, maar die moeten we met de jumps gaan halen. Maar hier zit volgens mij geen vlaggetje meer in de buurt. Nee, dat heb ik goed gekeken. We hebben daar nog een missie. Die kunnen we wel gaan proberen in deze aflevering. Wil je een uitdaging? Verzamelen in Fredro. Start. Daar gaan we. Dit moeten we op hard gaan halen, hè? Op moeilijkste graad. Dan is het goed. Let op de klok. Let op de klok. Verzamel dit aantal. Oh, dit is weer een weggetje die ik moet nemen. Nou, het gaat om het gebouw heen. Dat scheelt wel. Dat is wel makkelijk te doen, denk ik. Dit. Zo, springen. Geweldig. Oh, dit gaat wel lukken. Dit is ook niet zo heel erg moeilijk, vrees ik. Je bent erbij. En dan moet je naar boven klimmen. Dat gaat denk ik wel goed komen. Ik hoop niet dat je meer gebouw moet kopen om het verder uit te spelen. Nou, dit is gelukt. Mooi zo. We gaan naar de tweede uitdaging. Voor de volgende stap? En dat is een normaal. Dat wordt normaal. Ik ben benieuwd. Dat is het dit wordt spannend. Dit is de tijdslimiet. 30 stuks. Ik sla gewoon het eerste balletje over daar hoor. Ik ga gewoon gelijk naar deze. 50 seconden? Je krijgt steeds minder voor. Is het een minuut? Of was het ook 50 seconden? Ik weet het niet meer. In ieder geval, we moeten 30 stuks halen. Of dat gaat lukken, weet ik niet. Maar daar gaan we vanuit. Fantastisch! Ziet er goed uit. Super, nog één. Yes, gehaald! Nou, dat ging heel goed. Dat ging echt heel goed. We hebben heel veel munten gehaald. Geweldig en finish. Nu moeten we de moeilijkste halen. Concentratie. Grandioos! Daar gaan we. Dat is het doel. 40. De huidige doptijd. Daar gaat hij. Grandioos. Zo ja, geweldig. Oh shit. Shit, 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 shit. Geweldig. Fantastisch. Briljant. Bijna klaar. En zo doe je dat. Yes. Je hebt gewonnen. Yes. En dan krijgen we als goed is een achievement. Dat hoop ik. Krijgen we een achievement hiervoor?
Yes! 100 gamer points! That was a challenge! Yes! Dat was leuk. Zo, en welke missie gaan we nu doen? Ik denk dit leuke octopusje. Dan gaan we eens even kijken. Wat moet je ook weer doosjes? Oh, nou oké. We gaan weer doosjes knallen. Leuk. Ja, die gasten van de Aero hebben allemaal coole spulletjes. Nou, we gaan eens even kijken welke moeten kapot smashen. Hier staat er eentje. Nou, gelukkig moeten we er vier. Dan is het lekker snel klaar. En zoals je ziet kunnen we ze alle vier gewoon pakken. Ze staan gewoon alle vier in het gezichtsveld. Oh, de zon komt door. Oh, ik word bruin. Ik word bruin. Zo, een beetje op mijn gezicht. Dat is wel lekker. Een beetje licht. Denk ik. Het zonnetje komt vandaar. Dus dan zou ik eigenlijk hem zo moeten doen. Zo. Moeten we weer jukeboxen gaan knallen? Oké, we gaan weer jukeboxen knallen. Nou, hartstikke leuk. Waar staan die? Trouwens, dit ding heb ik ook neergezet. Heb ik gekocht. Deze. Dat is één. Kunnen we dat ding pakken daar in de lucht? Nee, die zit te hoog. En daar hebben we nog een jukebox. Ik weet niet wat jukebox betekent. Ik weet de afkorting niet echt. Ik weet niet. Weet jullie het? Ik weet het niet. En even kijken. Daar hebben we nog een kistje bij. Deze rode mooie gebouwtje. En waar zit de volgende? Die zal niet heel ver in de buurt zitten. Jeetje, helemaal daar. Wat ik trouwens ook heb ontdekt, is hierachter zit een zwembad. Moet je kijken. Dat is echt gaaf, want daar kan ik later ook nog heen. Moment. Even wachten. Kijk, hier zo achter zit een heel zwembad. Met allemaal nieuwe dingetjes. Dus dat is gaaf als we dat uitspelen. Maar ik weet niet hoe ik hier doorheen kom. Ik heb al gebruld, ik heb al gestoot en ik kom er niet doorheen. Dus ja, ik ben een soort van screwed. We hebben daar nog... Zo, we hebben... Het lijkt net of die missies gewoon niet ophouden. Die Kaasvlee heeft ook weer missies. Ik ben benieuwd. Wat heb jij voor missie, Kaasvlee? Wij van Jocks hebben een plek nodig om te... wat is dat woord ik zoek? Wat ik zoek? Oh ja, te wonen. Waar is het Jocks studentenhuis? Ik denk dat we dat moeten gaan kopen. En zoals ik het dacht, het Jocks studentenhuis gaan we kopen in de winkel. En die zit hier zo voor 500 coins. Kunnen we hem halen. En daar is hij, dat prachtige mooie gebouw. Daar komt hij. Huppakee. Oh, daar komt hij. Oh, wat een mooie trap daar, joh. Jocks. Nou, dat is zeker een mooi gebouwtje dit. Ik ga hem gelijk beklimmen, want er zitten waarschijnlijk ook nieuwe dingetjes op. We kunnen het gebouw ook gelijk aanpassen. Ik moet eigenlijk alleen klimmen. En dat is het enige. Gaat dat lukken? Gaat dat lukken? Ja, nee. Het gaat niet echt lukken. Ik probeer het. Zo. En... Oh nee! Wat is dit? Dit is zo vervelend. Kom op, doe het. Doe het ding. Ja. Niet bewegen. Ik ga gewoon eerst op het dak. Dat is gewoon mijn tactiek. En dan ga ik nu naar dat kleine gebouwtje. Kijk, dan hebben we hem zeker weten. Huppakee. Rotson. Hebben wij nog meer te doen hier? Nee, helemaal niks. We kunnen weer verder met het volgende. Oh, ik heb nog wat gehaald. Mooi zo. Ik wist niet eens dat het er stond. Maar in ieder geval zijn groene dop hebben gehaald. Die SpongeBob heeft geen quest meer, dan gaan we met hem. Oh ja, waar is ons ROR studentenhuis? Je hebt het meegenomen, hè? Je kunt het maar beter terugzetten voordat ze die schrikweekmuntjes uitreiken. Oké, we moeten gelijk het ROR-huis gaan plaatsen. Dat is mooi. Want dan kunnen wij gewoon de hele straat gaan maken hier. Ik zie dat ik één huisje moet. Maar dit wordt het ROR-huis. En ik ben benieuwd wat het is. Ik weet niet hoe. Zo! Dat zijn wel hele mooie huizen hoor. Ik vind het echt schitterend gedaan. Kunnen we dit ook gaan beklimmen? Dat zou heel mooi zijn. Ook een heel mooi... Oh, dat vind ik leuk joh. Hier. En een zwembadje in de achtertuin. Prachtig. Ik heb hem net kapot gemaakt. Mooi zwembad. Het vlaggetje hebben we gepakt. En hier hebben wij een rode bol. Kunnen wij nog hoger? Nee, daar is niks. Dan ga ik via dit draad. En dan kunnen wij daar dat ding pakken. Huppakee. Dus we gaan gewoon een beetje random dingen doen. Met het gebouw aanpassen. Zullen wij even kijken. Wij doen een kleurtje zo. Dat ziet er leuk uit. Jocks kleurtje. En dan doen wij ook nog even kijken. Een leuk blauw dakje. Of staat dat niet? Ik weet niet of het staat. Of groen dakje? Nee, dat staat helemaal niet. Een roze dakje? Ook niet. En die? Nou, ik doe gewoon een roze dakje. Ik vind het goed. Mooi. Mooi gebouw. Schitterend. We gaan naar de volgende quest. Die vrouw heeft geen quest meer. Dat betekent dat dit groene welpje met zijn boekjes nieuw speelgoed. Ik denk dat dat wel hetgeen is wat we nodig hebben. Wat wil hij? Hij wil iets van een tax... Nou, wat wil hij? Oh, ik moet iemand gaan bevrijden. Die zit op een plek van een gebouw. Ik ga eens naar hem toe. De TU-angst lacht ons uit omdat Fratro overspoeld wordt door vleermuisongedierte. Jaag die beesten weg, dan moeten ze bij de TU-angst hun woorden inslikken. Dat klopt. Laten we eerst de eerste doen hier. Deze zijn weggejaagd. Vier hebben we, moeten we er doen. Huppakee, die hebben ook weggejaagd. Prima, want volgens mij heb ik bijna alle quests uitgespeeld hier. We gaan het eens kijken. Speelgoedwinkel. En dat is het laatste huis. Onderaan zie je het. Het is ook volgens mij een van de bijna laatste items. Het HSS-huis. Die hebben we nu gehad. Een angstaanjagende tweewieler.
Yeah! En level 9 geworden met ons poppetje. Het gaat alleen maar de goede kant op. Yes. En dames en heren, terwijl we dit gaan besluiten of gaan kruipen hier op het dak, het gaat niet eens. Hoe kan ik nou verder hier? Het gaat gewoon niet. Ik ga eens proberen of het hier lukt. Nee, ook niet. Nee, ik kan gewoon nergens klimmen. Wat is dit? Dit is echt vreemd. Nou, terwijl ik dit probeer, ga ik de video afsluiten. Ik vraag jullie om een like te geven als je het een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren in het midden van het scherm. En dan zijn we volgende keer terug met een nieuwe Monsters Infinity. Doei doeg!